Jullie hebben Kees Jansma in het bad gegooid, hè? Ja, gisteren na de wedstrijd was hij in de kleedkamer, ja. En is hij door ik geloof, Marco in het bad gegooid, ja. Kees Jansma ging na afloop zo dicht bij het bad staan dat de spelers niet meer om hem heen konden. Glimmend van trots liet de populaire verslaggever zich in het water duwen. Het was de tweede keer trouwens, want hij is bij Ajax ook al een keer in het bad gegooid. Ja. Dus het is voor jullie geen nieuwtje meer? Gisteren was het geen nieuwtje, nee. We wisten dus dat Kees, hij trekt natuurlijk water aan een beetje. Dus wat dat betreft was het niet zo moeilijk. En hij heeft het er aardig van afgebracht weer, dacht ik. Maar jullie raken daar geroutineerd in nu, hè? Ja, je krijgt natuurlijk een bepaalde tactiek die je gaat volgen als Kees de kleedkamer binnenkomt. Dan gaat het al van oor tot oor van, dat gaat weer gebeuren. Ja, en dan op een gegeven ogenblik dan wordt er toegeslagen. Erwin heeft bij ons in uitzending gezegd dat hij beter was dan jij. Ja, heeft hij wel gedurfd hoor. Ja. Ja, vind je niet? Ja, vonden wij ook. Ja, maar ja, dat... Is hij misschien toch wat zekerder van zichzelf geworden. Maar laten we even voor eens en voor altijd vaststellen gewoon wie er dan beter is. Heeft de laatste tijd... Eén van de twee is beter gewoon. Heeft de laatste tijd bewezen. Ik heb 26 interlands. Ja. En dan moet je naar hem toe lopen vragen hoeveel interlands hij heeft. Oké? Ja. Dan weet je het antwoord. Goed. Erwin, we hebben toch nog even voor de zekerheid aan Ronald gevraagd. Wie er nou uiteindelijk de beste is. Hij zegt... Je moet even naar Erwin gaan om te vragen hoeveel interlands hij gespeeld heeft. 11 geloof ik. 11? Ja. Oh. En ja. Hij is 26, hè? Ja, maar dat zegt toch niks? Ja, hij zegt, dan weet je het antwoord. Ja, voor hem, maar voor mij niet. Dat maakt niet uit hoeveel interlands hij speelt natuurlijk. Nee? Nee, natuurlijk niet. Jij vindt dat niet doorslaggevend? Dat is zeker niet doorslaggevend, nee. Dus jij blijft er wel bij dat je beter bent dan Ronald? Ja. Ja? Staat hij te lachen of... Nee, ik weet het niet, maar... Hij zegt het aantal interlands dat bepaalt hoe goed je bent. Nee, dat vind ik niet. Dat is duidelijk niet het geval. Nee? Nee. Je kan zoveel interlands spelen, maar je kan ook heel veel slecht spelen. Dan heeft het nog geen zin natuurlijk. Dat is waar. Wil je het een keer met hem opnemen? Want ik geloof dat jullie er niet uitkomen op deze manier hoor. Nou, maar dat gebeurt vaker met broers hè. Ja? Ja, dat gebeurt vaker. Het zal wel niet alleen bij ons zijn, het zal wel bij de meesten zijn. Oké, dus voorlopig blijf jij gewoon beter? Ja. Aaron, het was leuk hè, na Duitsland-Nederland hè, ja, in de bus. Zeer zeker. Wat maar heb jij ook... gedaan in de bus, weet jij dat? Na afloop van de wedstrijd? Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Maar ik nog wel hoor. Ja, wat heb ik gedaan hè? Ja. Je stond met een flesje bier en er stond op zeg maar een meter of vier afstand stond Lothar Matthäus. Die werd geïnterviewd door de Duitse tv. En jij riep dus door de deur van de bus de hele tijd iets in het Duits. Wat riep jij, weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. Nee? Nee. Jij riep de hele tijd, Lothar, Lothar, du hast verloren, Lothar. Ja, zei ik dat? 2-1, Lothar. Nou, dat kan ik me allemaal niet meer in. Nee, gek is dat, hè? Ja. En toen was het klaar, hè? Dus dat had jij dus een minuut of drie gedaan, hè? 2-1, Lothar, dankeschön. Schade, Lothar. Toen kwam Frans Beckenbauer in de bus, hè? Oh, dat weet ik niet, dat heb ik niet gezien. Ik nee? Weet wel dat, dat ik dat zei, maar... Oh, dat weet je nu ineens weer wel? Jawel, je hebt me eraan herinnerd. Oh! Dus ik was wel even weer kwijt. Hé, dat soort dingen verdwijnen snel uit je gedachten, hè? Dan... Ja, dat klopt. Ja, hè? Dan ben je met andere dingen bezig. Ja, en er is zoveel gebeurd en dan vergeet je de helft.